Hoi, welkom bij een nieuw filmpje. Zo rond de tijd van het nieuwe jaar zie je heel veel filmpjes, maar ook posts op Facebook, social media, Insta, whatever. Ik ga vanaf 1 januari dat doen en ik ga dat doen. Goede voornemens. Sommige hou je lang vol, sommige hou je wat minder lang vol. Maar je kunt ook op andere dagen goede voornemens hebben, hè, behalve 1 januari. Ik heb een paar dingen opgeschreven ook weer, want ik zie er ook heel veel filmpjes over voorbij komen. Maar ik maak daar zelf ook al een aantal jaren aantekeningen over voor mezelf. En ik wilde een paar dingen met jullie delen. Ga in je kracht staan. Dat hoeft natuurlijk niet alleen op 1 januari. Je kan dat elke dag jezelf voornemen van ik laat de beste versie van mezelf zien. En ik laat me niet bekoeieneren door de buitenwereld. Want weet je, wij maken ons eigen leven. Als je iets doet omdat een ander het wil, dan leef je iemand anders zijn leven. Dan leef je niet jouw leven. Dus pak je kracht terug. Ga in je kracht staan. Take your power back, zeggen ze altijd zo mooi in het Engels. Want jij bent het belangrijkste in jouw leven. Jouw leven draait in eerste instantie om jou. Jij moet het doen. En dat klinkt soms wat egoïstisch. Maar als jij een pleaser bent en alles doet wat een ander maar wil, dan leef je niet jouw leven. Dan sta je de hele dag in dienst van anderen. Maar dan ga je op een gegeven moment ga je jezelf natuurlijk helemaal kwijtraken. Ik zit even te kijken. Soms dan wil je iets anders, maar je weet niet precies wat. Je wil iets anders. Je wil ander werk. Je wil er anders uitzien. Je wil anders eten. Je wil andere dingen gaan lezen. Dat is heel lastig om te bepalen van, maar wat wil ik dan wel? Begin dan eens te kijken met wat wil jij niet? Want dat weet je vaak wel, hè? Wat je niet wil. Dus je kan ook een staatje maken. En aan de ene kant schrijf je wat wil ik wel, maar vaak is dat nog heel onduidelijk in ons hoofd. Maar we weten vaak wel van nou, dat sowieso niet meer. Er zijn altijd bepaalde dingen die jou niet goed doen. Dat is nou eenmaal zo. Iedereen heeft bepaalde gewoontes, dingen, te laat naar bed, ongezond eten, uren gamen, te lang naar een film kijken die je eigenlijk helemaal niet boeit, te veel met mensen optrekken die jou geen energie geven, die jouw ideeën niet steunen, te lang in een kroeg blijven hangen waar je altijd dronken vandaan komt, ik noem maar even wat. Maar je weet wel wat ik bedoel. Als jij weet wat je niet wilt, dan weet je dus nog niet per se wat je wel wil, maar je hebt wel een idee van, nou, dat in ieder geval niet meer. En je kunt daar elke dag natuurlijk ook een stukje aan schrijven in een schriftje. Dat is heel prettig, gewoon een soort dagboekje. En niet alleen op 1 januari dat plan maken, want elke dag kunnen wij de beste versie van onszelf laten zien aan de buitenwereld, maar vooral ook aan onszelf. En als we er dus over denken wat wij niet willen. Dus om te bepalen wie je bent, is het makkelijker te kijken naar wat je niet wil en wie je niet bent, dan te kijken naar wat je wel wil en wat je wel bent. Want dat weet je soms gewoon nog niet. Stop geen tijd in dingen en in mensen en in eten en in gewoontes wat jou geen energie geeft. Want dan kost het jou alleen maar energie en dan voel je je daarna nog ellendiger. En dat is dus niet egoïstisch, maar dat is het beste wat je voor jezelf kan doen. Dus door een bepaald eliminatieproces dingen uit je leven te zetten die je niet meer wil, maak je plaats voor nieuwe dingen. En dan komen er vanzelf nieuwe kansen, new opportunities. Dan komen er nieuwe kansen, er komen nieuwe mensen op jouw pad. Je krijgt ineens. Als jij rondhangt met mensen die eigenlijk niet gelijkgestemd zijn met jou, niet dezelfde ideeën aanhangen, je niet steunen in wat je doet, mensen waar je geen energie van krijgt, maar jij bent daar heel veel, dan is er ook geen plek voor andere mensen die jou wel energie geven. Als jij rommel eet, dingen die eigenlijk niet zo goed voor je zijn, dingen die je eigenlijk ook helemaal niet wil eten, waar je naderhand een vervelend gevoel over krijgt. Maar dan zit jij al vol, dan is er geen plaats meer voor dingen die je wel wil eten en die wel opbouwend zijn voor jouw lichaam en voor jouw energie. Nou, zo zijn er dus op alle vlakken in je leven, dus dat is op de vlakken van relaties, is op vlakken van werk, is op vlakken van hobby, voeding, beweging. Op al die vlakken kun je kijken, wat wil ik niet?
En dan hoef je nog geen plan te hebben voor wat je wel wil. Maar er zal ruimte komen. En er zal vanzelf, omdat die ruimte er is, zal die ruimte weer gevuld worden met iets wat je wel wil. Omdat je wat je niet wil, waar je aandacht aan geeft, dat blijft. Als je denkt, dat wil ik niet en dat wil ik niet en dat wil ik niet, maar je blijft het doen. Of je geeft daar heel veel aandacht aan. Dan blijven die dingen in jouw leven komen. Als je nou een lijstje maakt voor jezelf of een schriftje of op een kladblaadje. Dat is vaak overzichtelijker dan dat je het alleen maar bedenkt. Wat je niet wil. Wat je niet meer wil doen. Wat je niet meer wil eten. Waar je niet meer wil zijn. Whatever. Dat schrijf je allemaal op. Dan kun je het ook laten rusten. Dan is dat weg. En dan ontstaat er een leegte. Want die dingen ga je niet meer doen. En dat is natuurlijk niet over één nacht. Maar als jij die dingen niet meer doet. En als jij die dingen niet meer kijkt. En als jij die mensen niet meer bezoekt. En als je, nou ja, ga zo maar door. Dan ontstaat daar ruimte voor andere relaties. Voor andere hobby's. Voor andere programma's. Voor andere interesse. Voor andere boeken. Dan ontstaat die ruimte daar vanzelf. Dus dan ontstaat die nieuwe jij. Want die is er natuurlijk al. Maar die kan er niet uit. Want als je te veel aandacht geeft aan die ene ik, dan is er niet genoeg ruimte voor die andere ik, die er ook is. En dat is misschien wel een verbeterde versie van jou. En daar hoef je dus niet per se mee te wachten tot volgend jaar 1 januari. Dat hoeft niet. Dat kan ook elke maandag, of dat kan ook morgen, of dat kan ook elke dag. Ga er gewoon eens mee aan de slag. Ga eens kijken wat voor jou nog past en wat niet past. En weet je, er zijn zoveel dingen en ik weet dat is heel lastig als je ergens werkt bijvoorbeeld en je vindt het niet meer leuk. Maar het geeft je ook natuurlijk een bepaalde zekerheid. Maar op een gegeven moment ga je met zo'n sick naar je werk, jaar in jaar uit, terwijl je eigenlijk dat werk niet meer wil. Maar doordat jij altijd naar dat werk gaat en ook denkt dat je niks anders kunt of dat er geen andere plaats is of dat je nergens anders zoveel kunt verdienen of wat dan ook, blijft dat. En zie je steeds meer op, en je ziet de jaren voorbij tikken, en je ziet steeds meer op naar een verandering in dat werk. En zo kan dat ook met bepaald voedingspatroon wat je hebt. Je hebt iets al zo lang en iets nieuws is altijd eng en het kost tijd en het kost moeite en je moet je aanpassen. Dus dan blijf je maar bij het oude. Maar dat oude heeft jou gebracht waar je nu bent. En het nieuwe kan jou weer ergens anders brengen waar je nog nooit bent geweest. Of misschien ooit bent geweest. En waar je misschien graag weer zou willen zijn. Dus, nou ja, het is maar een tip. Ik doe dat voor mezelf ook bijna dagelijks. Maak ik altijd lijstjes en dingen wat ik deze dag wil doen. Maar ook dingen die ik wil veranderen. Schrijf ik op lijstjes. En ook nu voor januari heb ik een heel plan van wat ga ik eten, wat ga ik doen. Sowieso geen koek, geen snoep, geen alcohol, geen koffie. En dat brengt mij dan weer bij die versie van mezelf die ik heel goed ken, maar die ik de afgelopen 6 weken, zo tussen Sinterklaas en Oud en Nieuw, en zo'n beetje die aanloop, een beetje kwijt ben geraakt. Want tussen alle kikkers en muizen en banketstaven en chocoladeletters door, kan je best groene smoothies nemen, maar hè, waar kikkers en muizen zitten, zit natuurlijk geen gezonde salade of witlofschotel of zo. Dus voor mij geldt het ook weer. En ik hoop dat ik jullie ook weer een paar ideeën heb gegeven waarmee je aan de slag kunt. Dat je denkt, ja, dat ga ik doen. Maar ga eens voor jezelf kijken, wat wil je niet? Want dat is vaak makkelijker dan te kijken, wat wil ik wel? En uit het elimineren wat je niet wil, ontstaat een nieuwe jij-vorm van wat je wel wil. En dat is een proces, want op je 50ste ben je niet dezelfde als op je 60ste. En op je 60ste ben je niet dezelfde als toen je 30 was. De vorm van jouw eigen ik, jouw eigen zelfbeeld en jouw beste versie van jezelf is elk moment weer anders. En ook elk moment kun je dus weer bepalen. Ik ben dat gaan doen, maar eigenlijk vind ik dat helemaal niks. Doe dat weer weg. Dat werkt dus niet voor jou. En zo ga je steeds een stapje vooruit. Dus even resume. Pak je kracht terug, dat sowieso. Maak een lijstje. Dat wil ik niet. En met die wil ik niet. En
Alles wat je niet wil en wat je niet bent en met wie je niet om wil gaan. Alle dingen die niet meer passen, die zet je aan de ene kant. En aan de andere kant staat dan misschien nog helemaal niets. En dat is ook heel lekker. Alles ligt dus nog open. Ruimte voor nieuwe ideeën. En die komen vanzelf. Moet je maar eens opletten. Ik wens jullie een fantastisch nieuw jaar. Ga in je kracht staan. Jij mag er zijn. Je bent een heel leuk mens. En maak er een mooie dag van.